Iedere week zie je in Mediazien de nieuwste films die op Blu-ray uitkomen. Ook deze week weer 3 nieuwe films. Op nummer 3, Salt. Evelyn Salt is een spion met een dubieuze achtergrond. Het is onduidelijk of ze nu in dienst is van de Amerikaanse CIA of de Russische overheid. Als een gevangengenomen Rus in het bijzijn van Salt zegt dat ze een Russische spion is, slaat ze prompt op de vlucht. Is Salt werkelijk een geheim agent uit Rusland of wil ze slechts haar onschuld bewijzen? Op nummer 2, Sex and the City 2. De tweede van de gelijknamige serie afgeleide film biedt eerlijk gezegd niet veel nieuws onder de zon. Maar wat geeft dat? Fans weten inmiddels wat ze kunnen verwachten en deze vervolgfilm levert precies wat de liefhebber wil zien. Als kijker kun je je vergapen aan fantastische outfits en schitterend schoeisel. En ondertussen kletsen de 4 vriendinnen Carrie, Miranda, Charlotte en Samantha gezellig over seks en relaties. En op nummer 1, Toy Story 3. De laatste Toy Story film is een mooi sluitstuk van deze trilogie geworden. Andy is te oud geworden om nog met speelgoed te spelen en doet deze daarom weg. Zijn jullie klaar voor Ken's droomreis? Woody, Buzz, Lightyear en consorten belanden in een kinderdagverblijf. Echt aangenaam vinden ze het er niet en ze besluiten te ontsnappen. En dat gaat niet zomaar. Animatiestudio Pixar levert met Toy Story 3 wederom een pareltje af. Leuke beenwarmers. Leuk sjaaltje.